Nou, we zitten hier op de Canna Embassy met Hester. Hester, kan je je misschien even voorstellen, want iedereen ziet je altijd heel veel rennen in cannabisland. En wat ben je precies mee bezig? Ik ben Hester Kooistra, Amsterdam. Ik ben opgeleid aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht. Ik heb in het ver verleden in de Bijlmer Bahis gewerkt als humanistisch raadsvrouw. Ik ben dus een onafhankelijke vertrouwenspersoon. En tijdens mijn studie heb ik ook bij de Tibetaanse artsen gewerkt in Amsterdam. Deed ik patiëntenbegeleiding, maar ik werkte ook in de boekhandel. En op een gegeven moment fietste ik langs koffieshop De Paradox. En ik kreeg een soort blikseminslag van een soort inzicht. En ik fietste toen naar Tibetaanse artsen toe. En ik vroeg aan Tenzin, aan de arts, van what can you tell me about cannabis according to the Tibetan Buddhist medical tradition. Nou, dat wist hij niet per direct. En hij zei, ja, je moet je even bij me thuis komen. En 2 weken later ben ik bij hem thuis geweest. En toen had hij allemaal oude Sanskriet en Tibetaanse geschriften over cannabis. En die man die viel eigenlijk van zijn stoel af. Wat hij allemaal las over de werkzaamheid van cannabis. En nou heb ik daar later nog meer onderzoek naar gedaan. Dat is dus ook, wordt ook door de shamanen en de lama's gebruikt als meditatieve rituele doeleinden. En het is ook gewoon een medicijn. Naast nog heel belangrijk ecologisch product voor papier, voor kleding, voor touw. En dat is dus al hele oude traditie in het oosten. Dus dat heeft altijd al mijn interesse gehad, dat er op zo'n krampachtige manier met deze plant wordt omgegaan, terwijl ja, het zo multi-toepasbaar is, zo'n bijzondere, nuttige, aangename aanwezigheid. En we hebben niet voor niks cannabinoïde receptoren, hè, dat hebben alleen mensen en dieren, die komen ook gewoon in ons natuurlijke huishouding voor. Dat heet anandamide. Dat is een natuurlijke cannabinoïde. En ik heb het eigenlijk gedacht van, goh, waarom wordt daar zo krampachtig over gedaan? En als je weet wat je ermee kunt doen en wat de samenstellingsstoffen zijn van cannabis, kun je daar op een veel verantwoorde manier mee omgaan. Nou, dit is dus al in 2003 heb ik dit van het internet geprint. Het zijn de beleidsregels voor de opiumwetontheffingen. En die zijn er datzelfde jaar afgehaald. En hier staat dus precies, dit is precies het jaar dat het Bureau voor Medicinale Cannabis is opgericht. En er staat dus precies aan welke richtlijnen zij moeten doen van good agriculture practice, good manufacture practice. En ik ben al voor kabinet Rutte ben ik uitgenodigd op VWS over mijn idee om een cannabisbijsluiter te ontwikkelen. Dus als je in de shop bent, dat je van tevoren weet wat precies de samenstelling is. Zodat je gewoon kan kiezen van, oh, neem ik een keertje sativa of neem ik een keer eentje met verschillende terpenen, verschillende geurstofjes. En zowel bij VWS als een paar maanden geleden bij het ministerie van Justitie, bij de assistenten van Opstelten, waar ik ook voor uit was genodigd. Omdat dit eigenlijk een die cannabis bijsluiten. Het is dus geen reclame, maar het is gewoon wetenschappelijke voorlichting. En er is dus 1 wetsartikel die daar precies op aansluit. Dat is opiumwet 3B2. En die wordt nog niet toegepast. Dus omdat dit in het kader is van het handhaven van de wet, hebben ze mij dus een paar keer naar Den Haag laten komen. Het is vandaag de 4e keer dat ik in Den Haag ben in 2 jaar tijd. En deze opiumontheffingsrichtlijnen, daar waren dus de assistentes bij VWS en VNJ, waren daar dus erg verbaasd over, omdat zij daar zelf helemaal dat ze het zelf nooit in handen hebben gehad, omdat die er al afgehaald zijn. VWS en VNJ, wat is dat? De ministeries van Schippers en van Opstelten.
En dat zijn twee ministeries die over het gedoogbeleid gaan in Nederland. Sinds 1976 heet dat. En ik heb ook al een brief van de procureur-generaal gehad. Ik zei van, nou, als ik nou een bijsluiter zou willen maken, hoe zit dat dan met die affichering en met het hele strafbaarheid? Toen hebben ze mij dus verwezen van, ja, nou, u kunt een opiumontheffing aanvragen. Ik zei, ja, maar dat was helemaal niet mijn vraag, want dat wist ik natuurlijk al lang. Het gaat mij natuurlijk om de verbinding tussen de opiumontheffing, dus onder wetenschappelijke doeleinden cannabis kunnen onderzoeken. En in combinatie met de gedoogcriteria, dat coffeeshops dus gekoppeld aan hun horeca-exploitatievergunning een ontheffing hebben of een gedoogverklaring, dat ze ook cannabis mogen verkopen onder alle strikte regelgeving. En nu hebben we dus wietpas als nieuwe gedoogcriterium. En ik heb zoiets van, ja jongens, dit is de wet zelf. Ga nou als eerst even de wet handhaven. Ga nou niet met onzin uitsluitingsprincipes komen. Want het is gewoon niet goed over nagedacht. De gevolgen die zijn in het zuiden van Nederland al zichtbaar. Dus ik ben hier nu vandaag om naar de VNG te gaan. Dat is het overkoepelende orgaan van alle gemeentes in heel Nederland. Om te kijken of daar niet een soort blauwdruk mogelijk is om die opiumwet 3B2, die heb ik wet Camulet genoemd. Een Camulet is een chique term voor tabaksvredespijp van de Native Americans. En dat komt omdat 70% van de schepen die vanuit Amsterdam vertrokken naar New Amsterdam, die bestonden uit hennep. En dat is een zoutwerend grondstof die dus schepen zeewaardig maakte.